Donar heeft de eerste wedstrijd van de tweede voorronde van de FIBA Champions League verloren. In Martini Plaza werd het gisteravond tegen het Zwitserse Fribourg Olympique 67-72. De thuisploeg kende een slechte start en stond halverwege het eerste kwart met 4-14 achter. Aan het eind van het kwart was het verschil nog 5 punten. In het derde kwart stond het 38-48. Waarna Donar het verschil weer verkleinde tot 5 punten aan het eind van het kwart, 49-54. In het laatste kwart probeerde Donar de wedstrijd nog te winnen, maar het verschil van 5 punten bleef na 40 minuten intact. Het is gewoon een terechte nederlaag, dus we hoeven niet, raar hierover te doen. Dit was gewoon, we speelden onder ons niveau en het lukte gewoon niet. Het was lastig in de aanval, het was moeizaam in de verdediging. Ik denk dat er genoeg energie in dat team zat. We wilden wel knokken, maar we kregen weer een paar keer moeilijke schoten net in de laatste seconde tegen. Die zijn goed uitspeeld, het waren gewoon goede schoten van hen. Ik denk dat we moeten een stuk beter spelen om door te gaan. Topscorer bij Donar was Arvin Slachter met 15 punten. Als je op het veld staat, merk je dan ook dat het allemaal niet zo lekker loopt bij iedereen? Ja, ik denk dat het te zien was. Dus vanaf het begin begonnen zij heel goed. Dan maakten ze het gat. En dan is de hele wedstrijd is het eigenlijk er tegenaan hikken om eroverheen te komen. En dat lukte af en toe eventjes. En dan liepen ze weer uit. Goed, we hebben een zware job voor vrijdag. Komende vrijdag is in Fribourg de returnwedstrijd. We hebben huiswerk te doen en we moeten vrijdag beter voor de dag komen. Ja, ik heb een antwoord al wel in mijn hoofd, maar hoeveel vertrouwen heb je er nog in? Veel vertrouwen. Dus we hebben het vorig jaar gezien. Het is een ander team dan het vorig jaar was. Maar ook natuurlijk de vorige ronde hebben we laten zien dat we het team zijn dat wel veerkracht heeft. Dus hopelijk kunnen we een beetje uit hetzelfde vaatje stappen en ervoor zorgen dat we met een goed resultaat terug naar Nederland komen. Kijk, we speelden echt zwak en een heleboel spelers die gewoon niet op hun niveau speelden. Dus het betekent ook dat we een klein beetje beter hoeven te gaan om deze marge weg te poetsen. Maar goed. Ik vond hen oké spelen, maar zij speelden ook zeker niet op de toppen van hun kunnen. En daarmee was het niet zo'n leuke wedstrijd ook. Donar moet vrijdag met minimaal 6 punten verschil winnen om door te gaan in de voorrondes van de Champions League.